Goedemorgen. Dit is de fucking leukste nacht van mijn leven geweest, echt waar. Dit was zo leuk. Echt met Sven en Anthea hebben we het echt zo erg naar ons zin gehad. Oh jezus, ik ben echt aan het bijkomen, maar we gaan nu even wat eten. Dit, echt, ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar technofeesten zijn fucking leuk. Ik heb ook nog niet gedoucht, niks. Ik ben echt nasty. Ik ben eens naar huis gegaan. Ik zit nu met Anthea even bij de wasseretten en broodje. Even naar de Albert Kuiper. Fijn respons, dame. Ja, ik wil ook wel iets leuks aan vanavond, maar ik heb ook geen zin om helemaal up te dressen of zo. Ja, maar ik vind het wel leuk, gewoon nooit een jurkje. Met eten even iets leuks aan doen, ja. Gewoon even jurkje, maar niet te dressen. Nee. Gewoon nooit een jurkje. We gaan even douchen en alles doen. En daarna gaan we even eten met wat vrienden. Dus, vrienden. We hebben eindelijk vrienden. Nee, uit Rotterdam komen er wat mensen hierheen. Dus, echt, ik haat altijd zo erg op techno, maar het is zo niet zo geweldig leuk ofzo. Het is niet dat ik nu elk weekend feestje ga pakken, maar het was echt leuk gisteravond. Echt een van de leukste avonden ooit, denk ik. Ja. Yeah. Heel chill. Ah. Woehoe! Ik heb ze overgehaald. Yeah! Ja, Anthea was altijd al wel van die feestjes, maar Femke ken ik echt totaal niet. En Femke had het ook zwaar naar de zin gisteren. En jullie allebei, het was zo leuk. Ik vond het gewoon leuk dat jullie naar je zin hadden. Ja. Ik genoot er gewoon van, ik weet niet. Het is toch wel leuk, neem jullie een beetje mee naar mijn scene of zo. Nou. Ja. Dat was leuk. En we waren ook met de vader van een jongetje waar ik altijd op pas. En ja, het was echt super gezellig. Hele aardige man. En, topper. Ja, echt top. Dus. Er staat dus echt al dagen een stinkende vuilniszak hier. Maar we krijgen hem niet uit die bak. En hij moet nu weg, omdat het meurt hier naar de... Helemaal naar de get voor in ieder geval. Helemaal naar de get voor. Ja, dus dat gaan we even doen. De vuilniszak is weg. Ik ga nu even vlog editen en daarna ga ik douchen. Want I need a douche. Het importeren duurde zo lang, mijn laptop is zo traag geworden, ik weet niet hoe het komt. En nu moet ik nog editen en over een uur worden opgehaald en gaan we eten, dus oh my god. Ik ga even mijn camera opladen. Zo, ik heb me klaargemaakt. En ik heb dit aan. Ik heb nooit wit aan, dus het is echt heel erg apart voor mij doen. Dit ding is van Althea, waar is die van? Wat? Dit topje. Mooi, ja. Dit is van Most Wanted NL. Broek van de Bershka. Tasje Most Wanted NL. En schoenen halen. Dus, dan weten jullie dat. Het is echt lekker weer vandaag. Ik weet niet hoe het komt. Het is oktober. Echt al bijna eind oktober. En het is zo een lekker weertje. Echt ziek, ja. Heerlijk. Ik zou echt depressief zijn als het nu regende. Dus het is mooi. Het is daar om te gaan, dus we gaan. Even die ramen dicht doen. Sky Lounge met Antie. En hey, wie hebben we daar? Ik hou hier niet van. Even sfeerbeeldje maken. Heel last minute, we waren net thuis, we waren even gaan eten bij Sky Lounge. En toen kwam ik thuis, kreeg ik weer een berichtje van Sander, waar we gisteren dus ook naar het technofeest waren. Of we meeging naar het Amsterdam Music Festival in de Arena vanavond. Van ADE, echt
om 12 uur wordt de beste DJ van de wereld of zo. Of is het, is het Nederland? Ja, sorry. Ja, de beste DJ van iets bekendgemaakt. En we mogen mee, dus super gezellig en leuk. Dus we zijn nu naar Sander aan het lopen en dan gaan we daarheen. Yay. Nice. And party people from all around the world, streaming live on YouTube, Amsterdam, make some noise for the number one DJ, Hardwell! In mijn eentje, want Thea is meegegaan met Sander en ja, allemaal meiden om weer naar het warehouse, tegen mijn feest. En ja, ik had er niet zoveel zin in, dus ik ben met zijn schoonzusje mee naar huis gereden. Ze woont ook vlakbij hier. Dus ja, ik ga lekker bed in en morgen werken. Want Thea ook, dus we moeten allebei even laat. Ik ben benieuwd hoe laat ze thuis komt. Ze heeft volgens mij geen sleutel bij, dus misschien belt ze me wakker. Maar we'll see. Weer een hele leuke avond gehad. Ja, het was een beetje house en het ging over de DJ's of zo. Wie de beste DJ was. En dat was Hardwell voor de tweede keer. Dus ja, is wel leuk. Maar uiteindelijk, ik hou ook niet zo van house. En al die meiden dan naar, wilden weer naar haar warehouse, zeg maar. Dus daar zijn ze heen gegaan. Ik ben weer lekker thuis. Mijn telefoon is leeg, dus ik weet ook niet hoe laat het is. En mijn haar zit weer vernacheld, joh. Maar ja, lekker mijn bed in. Oh mijn god, ik kom thuis. Dit is het allerliefste ooit. Femke heeft heel het huis opgeruimd. Mijn kamer helemaal opgeruimd. Fucking lief. Dit is niet normaal. Dit is zo chill en fijn. Ze heeft ook al mijn kleren zo opgevouwen. Super schattig, wat lief. Ah. Oh. Echt zonder grap het allerliefste ooit. Serieus. Ik heb de allerliefste huisgenootjes van de wereld. En de allerbeste vriendinnetjes tegelijk van de wereld. Echt. Oh. Nou, ik ga lekker slapen. Wederom in Antoja de bed. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal als je deze video leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.